Het vaccineren kan gaan beginnen, want het allereerste coronavaccin is goedgekeurd dat het veilig en werkzaam is. En hier op een bedrijventerrein in Capelle aan den IJssel wordt dat vaccin wel niet gemaakt, maar daar zit wel het hoofdkantoor. En vanuit hier moet die organisatie dat het in Nederland gaat gebeuren worden aangestuurd. Je zou verwachten een drukte van je welste, maar ook hier is het thuiswerken. We hebben het niet alleen nu heel erg druk, we hebben het de afgelopen 9 maanden ook heel erg druk gehad. We zien het niet terug op deze kantoorruimte, helemaal leeg. Dat klopt, ja, we hebben iedereen naar huis toe gestuurd. Als het even kon, dan werd er gevraagd door de overheid om thuis te werken. Eigenlijk zien we elkaar met name virtueel, maar dat werkt heel goed. En in 9 maanden tijd heeft deze farmaceut het dus voor elkaar. En dit vaccin werkt net even anders dan we gewend zijn van andere vaccins zoals die tegen het griepvirus. Nou, wat we gewend zijn is dat je virussen, dat die verzwakt zijn of dood. Of een stukje van een virus en op die manier wordt ingebracht in het lichaam, dat het lichaam daar dan een immuunreactie op ontwikkelt. Maar wat wij doen, wij maken gebruik van de genetische code van een stukje van dat virus, om precies te zijn het spijkertje, die coronavirus wordt, dat zie je, dat kun je makkelijk herkennen aan die spijkertjes aan de buitenkant zitten. Nou, zo'n spijkertje, de code daarvan, die hebben we in ons vaccin gestopt. Die code die wordt eigenlijk als een e-mail naar de cel gestuurd. Daarmee zeggen we, let op, dit is een gevaarlijk virus, maar dit is de manier waarop je kunt aanpakken. En het lichaam die gaat dus een immuunreactie aanmaken. En de volgende keer als je echt wordt geconfronteerd met het virus, dan zeg je, hé, maar die kennen we. Nu weten we hoe we hem aan moeten pakken. Volgens de fabrikant laat dit vaccin geen blijvende sporen achter, ook niet op de lange termijn. Alleen als veel mensen zich willen laten vaccineren, lukt het ook om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. En kan er dan weer voorzichtig gedacht worden aan elkaar knuffelen. Nou, dat lijkt me een hele mooie doelstelling, dat we de knuffelzomer 2021. En ik denk dat we er allemaal heel erg aan toe zijn. En dan belangrijk natuurlijk dat heel veel mensen zich gaan laten vaccineren. Dat ze vertrouwen erin hebben. Ja, ja. Ja, en daarvan zeg ik, ja, ik ben niet degene die gaat overtuigen. Ik denk dat als je vragen hebt, als je twijfelt over vaccins... zoek dan alsjeblieft betrouwbare informatie. En die betrouwbare informatie die vind je bij het CBG, College Beoordeling Geneesmiddelen, bij het Ministerie van Volksgezondheid of bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Maatschappij. Kijk ernaar, kijk of het je vragen beantwoordt en beslis uiteindelijk zelf of je dan gevaccineerd wil worden of niet. Maar als we met elkaar van de coronamaatregelen af willen, ja, dan zullen we allemaal toch een duit in het zakje moeten doen.